En dan Panamera EPJ, deze hengst met hoofdnummer 60, is van 9 maart 2020. Heeft een stokmaat van 1,68 meter. Vader is Evolution, moeder is Carlina en moeders vader Verdo. De hengst is gefokt en eigendom bij Edwin Jansen. Vader Revolution loopt Grand Prix Dressuur en behoort tot de meest voorname verervers tijdens het wereldkampioenschap voor vijfjarige dressuurpaarden in Ermelo in 2022. Memorabel zijn allemaal Duitse hengsten die daar goedgekeurd zijn, premiehengst zijn geworden. Uit zijn eerste jaargang kregen meer dan 10 zonen het groen licht voor de fokkerij. Moedersvader is Verdo, loopt Prix St. George Dressuur, vader van de KWPN kampioen Las Vegas en heeft een fantastische moeder met 4 Prix St. George paarden en 2 goedgekeurde hengsten. Moeder Carlina is elite EPTM Dressuur en Prok, heeft 2 nakomelingen. En de tweede moeder Valentina S. is elite Prok, preferent en prestatie. Als vader Jazz die preferent IDP Grand Prix is. Tweede moeder Valentina S. heeft 16 nakomelingen, waarvan 2 stermerries, 2 elite merries, waarvan de merrie hierboven, deze merrie dus, en nog een elite sportmerrie die Z2 dressuur loopt. Sportpaarden dus. 1 keer Z1, 1 keer Z2, 1 keer ZZ Licht en 1 keer Prix St. George. Dat alles over Panamera EPJ. Deze hengst met hoofdstel nummer 60, vader Revolution, moeder Carlina en moeders vader Verdo. Gefokt zijn eigendom bij Edwin Jansen. De hengst meet 1,68 meter.